Bij een schietpartij op de Rondeweg in Sloterdijk is vanochtend een man overleden. Het gaat om Denzel S., beter bekend als rapper Biggie Dagoe. Er is nog geen verdachte aangehouden. Denzel S. werd iets voor 5:30 neergeschoten op het bedrijventerrein in Sloterdijk. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. Denzel S. was lid van rapformatie Zone 6 en was een bekend gezicht in de drillrap scene. Tegen de Zone 6 groep loopt op dit moment een strafzaak voor een ontvoering. S. was eerder al eens doelwit van de schietpartij. In 2020 werd hij neergeschoten in de Rivierenbuurt. De daaropvolgende nacht werd een woning van zijn moeder in Zuidoost meerdere keren beschoten. Meer updates over deze schietpartij lees je op at5.nl.